Laros Duarte is inmiddels een bekend gezicht bij PSV. Al 3 seizoenen speelt de middenvelder in Eindhoven. Debuteren in PSV 1 deed hij nog niet, maar wel kwam hij al tot 54 wedstrijden namens Jong PSV in de Jupiler League. Dinsdag verlengde Duarte zijn contract in Eindhoven. Het is een heel mooi moment voor mij. Ik denk dat ik hier 3 jaar lang naartoe heb gewerkt. Ik denk dat toen ik hier kwam was het wel, dit is wat je wilt, je wordt hier komen te spelen. Dus dan is zo'n stap wel echt mooi. Het afgelopen seizoen was het beste seizoen van Duarte in het PSV-shirt tot nu toe. De middenvelder was fit, speelde bijna alles en was belangrijk voor zijn ploeg in de Jupiler League. Vooral dit seizoen heb ik wel echt laten zien dat ik super fit ben. En dat ik ook ondanks die tegenslagen gewoon steeds heb kunnen laten zien wie ik ben. En ik denk dat ik ook gewoon heel veel stappen heb kunnen maken dit jaar. Dus ik ben wel heel blij met hoe het dit jaar is gegaan. Ja, er waren een paar dingetjes die Marcel Brands net aanhaalde in het gesprekje wat jullie hadden. Hij zei zoiets van, weet waar je kansen liggen. Waar liggen die kansen voor je, denk je? Ik merk dat ik ben toe aan een nieuwe uitdaging, een nieuwe stap. En ik zie dat ik de prikkel om met het eerste elftal mee te trainen, die komt nu goed uit voor mij. En ik denk dat als ik dat... Dat wel goed voor mij is om zo vaak mogelijk daar te kunnen trainen. Dus via die weg eigenlijk de stap te maken om mezelf bij de selectie te spelen. En ik denk als het lukt, en daar heb ik veel vertrouwen in natuurlijk. Als het lukt dat er heel veel deuren open kunnen gaan. Het contract van Duarte liep na dit seizoen af. Piekeren over zijn toekomst deed hij echter niet. Om eerlijk te zijn, ik ben gewoon gaan voetballen. En ik denk het enige wat waar ik aan dacht is dat ik moet plezier hebben in het voetbal. En dan weet ik dat mijn beste spel naar boven komt. En ja, het maakt eigenlijk niet uit wat er gebeurt. Zolang je maar gewoon plezier hebt, dan komen de dingen vanzelf wel. En ja, zo heeft het ook uitgepakt. Ik ben met vertrouwen gaan spelen. Ik heb ook, moet zeggen dat ik veel vertrouwen heb gekregen van de trainer. Dus dat voelt ook goed om een nieuwe indruk achter te laten bij een nieuwe persoon, een nieuwe trainer. En ik denk dat dat ook veel heeft geholpen voor mij om gewoon weer frisheid, zeg maar. En ik denk dat dit jaar wel dat is gelukt. Ja, en nu, hoe verder? Nu moeten we hier naartoe, naar het stadion toe. Dat is wat ik wil. En hoe gaan we dat bewerkstelligen? Door deze lijn door te pakken en eigenlijk nog harder te werken en steeds een stapje erbij. En iedere dag beter willen worden.